Welkom allemaal bij het vervolgfilmpje op de webinars over de cloud. Past allemaal bij de thema maand van CNYWeb over de cloud. In deze video gaan we u laten zien hoe de opslagdienst iCloud werkt. We kijken naar wat iCloud is, naar de mogelijkheden ervan en naar de verschillen met andere clouddiensten. Straks weet ook u of iCloud voor u de handige oplossing is of dat u liever een andere clouddienst gaat gebruiken. iCloud staat standaard op alle Apple-apparaten. Dus de iPad, de iPhone en de Mac. Apple-gebruikers slaan in iCloud automatisch hun bestanden op. Wie naast een Apple-apparaat ook Windows gebruikt, die kan hierop toch bij de bestanden die in iCloud staan. Dat doen we via een website, www.iCloud.com of een speciaal te downloaden programma. Voorwaarde is dan wel dat u tenminste één Apple-apparaat hebt, met natuurlijk een Apple ID. In iCloud slaat u gemakkelijk gegevens op van uw Apple-apparaten. Denk daarbij aan foto's die u hebt gemaakt, video's, notities, contactpersonen, noem maar op. Het handige is dat u dan ze allemaal kunt gebruiken op elk apparaat van Apple. Maak bijvoorbeeld gebruik van de backup-mogelijkheden van de iPhone-foto's. of bekijk ze later op een Mac of op uw Windows-PC. Dat kan ook. Hierdoor raakt u bij een kapot of een gestolen iPhone. uw bestanden gelukkig niet kwijt. U kunt ze weer terughalen op een nieuwe te vervangen telefoon. Een leuke handigheid is dat als u bijvoorbeeld een foto van de computer overzet naar uw telefoon. die automatisch ook in de fotomap van uw smartphone komt. Dat lijkt allemaal abracadabra en hoe kan dat nou dan toch eigenlijk? Nou, dat is heel goed te verklaren, namelijk omdat alle apps op het apparaat worden gesynchroniseerd met de cloud. Dus je krijgt het op alle machines ook in beeld. Dat betekent dan bijvoorbeeld mails, contacten en notities. Die zijn op alle apparaten zichtbaar en u kunt gewoon verder werken op die andere apparaten. Het is verder ook mogelijk om een Apple-apparaat automatisch te laten backuppen. Sla dan niet alleen de fysieke bestanden op, zoals foto's, video's, maar ook de ingevoerde instellingen van het apparaat. Extra makkelijk. Dus een volgend apparaat wordt automatisch voorzien van de instellingen die u in de backup hebt meegenomen. Nou, dat is toch ideaal. Een ander pluspunt van de iCloud is ook nog de zogenaamde sleutelhanger. U denkt waarschijnlijk sleutelhanger, wat is dat nou weer? Nou, dat is de sleutel tot de privacygevoelige informatie die u hebt, zoals wachtwoorden, creditcardgegevens. Voor de echte kennis onder u is die vergelijking met een wachtwoordmanager LastPass misschien wel te begrijpen. Er zijn ook andere password managers, wachtwoorden Die zorgen ervoor dat uw wachtwoorden worden opgeslagen online, zodat u later met behulp van de invulfunctie heel gemakkelijk. Websites kunt openen zonder dat u wachtwoorden hoeft te onthouden. U vergeet ze ook niet meer, want u hebt ze veilig in een kluisje staan. Alleen de iCloud die heeft in die sleutelhanger deze dienst toegevoegd. Andere clouddiensten hebben dat niet. Dan heb je dus een apart programma nodig. Er is dus nog een uh, hele fijne functie die uh, ook bij iCloud hoort: en dat is uh, zoek mijn telefoon. Of zoek mijn tablet. De laatste locatie waar het apparaat is verbonden geweest, onthoudt hij dan. Dus bent u hem kwijt, dan kunt u opzoeken waar u hem voor het laatst hebt gezien. En dan kan het heel geruststellend zijn dat u weet dat hij nog gewoon in huis is. Blijkt nou uit die zoekfunctie dat hij niet meer bij u thuis is, maar dat u hem hebt verloren of achtergelaten, dan kunt u op afstand de informatie die op die iPad staat of op die iPhone staat, gewoon laten wissen. Dan is dat daar weg, het is niet uit de cloud weg. Maar degene die het de apparaat uh, misschien heeft ingepikt, die heeft dan niets aan uw foto's en uw bestanden. Dan is het weer gewoon eigenlijk een nieuwe iPad zonder gegevens erop. Het sluit ook zo dat je het niet allemaal gratis krijgt. Je hebt een gratis opslagruimte, uiteraard, maar die is heel beperkt tot 5 gigabyte. Dat is het cadeautje van Apple. Heb je daar niet voldoende aan? Ook al gaan er best een hoop foto's op, dan zult u toch wat moeten gaan bijbetalen voor uw video's en uw bestanden die ook extra ruimte vragen. Uh, wie daarbij een computer vol met bestanden wil gaan uh, opslaan op diezelfde cloud toepassing, ja, die heeft dan toch echt veel meer ruimte nodig. Wat, waar moet ik dan aan denken? Nou, denk aan 50 gigabyte per maand 99 cent. Dus een kleine euro. Hebt u heel veel foto's en uh, video's die u hebt gemaakt en die u wilt bewaren, dan kunt u beter overstappen naar wat grotere bundel, zou je kunnen zeggen van 200 gigabyte en dat betaal je 299 per maand voor. Dus bijna 3 euro. U moet maar even kijken wat het beste past voor u. Het zijn geen grote bedragen, maar het is wel handig dat je een beetje ruimte beschikbaar hebt. Even als samenvatting. Wat is er nou eigenlijk zo handig aan die iCloud? Nou, heel simpel: 5 gigabyte gratis ruimte voor gebruikers. Bestanden opslaan van uw apparaat in de cloud en ze daarna overal op al uw apparatuur te kunnen gebruiken. En natuurlijk ook het hele belangrijke: niemand behalve u heeft toegang tot die bestanden. Net ook genoemd, en zeker de moeite waard mocht uw smartphone. Zoek raken, dan kunt u zien waar die voor het laatst is geweest en in elk geval toen die aanstond. En ja, is het echt uh, problematisch? Is het apparaat verdwenen? Dan kunt u op afstand ook alle apparatuur wissen en zorgen dat het niet meer bruikbaar is voor iemand die er niks mee te maken heeft. Dat was uh, heel kort even wat meer over het gebruik van de iCloud. Kijkt u ook de volgende keer weer mee naar de volgende video over een van onze clouddiensten in het kader van de thema maand van Seniorweb over de cloud? Dan zien we u graag weer terug.